Met een warme bedrijvenavond maakte Bourgondisch Uden vrijdag een geslaagde start. 3 dagen lang konden mensen uit Uden en omstreken culinair genieten op de markt. Bourgondisch Uden is een heel mooi evenement waar we elkaar zien, proeven en beleven. Alle deelnemers presenteren hun topgerechten. Het bedrijfsleven vanavond geniet van al die gerechtjes. Het is netwerk, zien, proeven en beleven van het evenement Bourgondisch Uden. Het is hectisch, druk, maar het belangrijkste is dat we het goed naar ons zin hebben. En alleen maar positieve reacties. Dus ik denk dat ik op dit moment niet mag klagen, ondanks de drukte. Wat krijgen de mensen? Wij hebben woknoedels. Dat zijn noedels met verse groenten, met teriyaki saus, koriander en sesam. Met een vers gebakken gambadje. Voor het eerst hebben wij 12 deelnemende restaurants. Altijd nog met 10 gedaan, dus ze zijn groter geworden. De middenoverkapping die is weg, daar hebben we crossover tenten voor neergezet. Die helemaal met LED verlichting worden uitgelicht. En een DJ in het midden, het podium in het midden, om nog meer gezelligheid te krijgen. Ik vind het een mooi evenement, bruisend. En met de visserie staan we nu voor de eerste keer. Dus ja, dat wil ik natuurlijk wel meemaken, hè? Een beetje actie op de markt. Ook proeflokaal Zuiders was een van de nieuwelingen op Bourgondisch Uden. Wij hebben voornamelijk pinchos, dat zijn eigenlijk Spaanse kleine hapjes, laat maar zeggen. We hebben van alles. We hebben koude pinchos, warme pinchos. We hebben een paar dessertjes erbij zitten. Het is allemaal niet heel prijzig hier. Maar dat komt ook omdat het allemaal kleine gerechtjes zijn. Die Baskische pincho's die zijn nou eenmaal niet zo groot. Dus op die manier willen we toch een beetje de Spaanse keuken laten zien aan de mensen. En wat er te krijgen is daar zo. Hè. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. Een kleine bijdrage kan je al een heerlijk gerechtje hebben. Maar ook dat het bedrijfsleven natuurlijk zo'n evenement ondersteunt. We doen dat toch met alle Udenaren onder elkaar. En dat is iets waar we heel trots op kunnen zijn. Het is een enorm gezellig evenement natuurlijk. Wij doen nou voor de eerste keer mee. In het verleden ben ik natuurlijk wel hier geweest, maar niet als deelnemer. En ik moet zeggen, we maken nou net de eerste paar uur mee. En ik mag zeggen dat we best wel tevreden mogen zijn. Wat maakt Bourgondisch Uden voor een belangrijk evenement voor Uden? Bourgondisch Uden is op het moment denk ik een van de mooiere evenementen. Kijk, in deze zware crisistijden voor iedereen is het toch leuk dat er toch dingen georganiseerd kunnen worden. Jammer dat de EK met groot scherm niet doorgaat. Dat is ook een groot evenement. Dus ik ben heel blij dat ik op deze manier toch mee kan doen met mijn bijdrage kan leveren aan het levendig houden van Uden. Ook op de zaterdag en zondag trok Bourgondisch Uden veel bezoekers.